Een vijfde plaats, Ironman Victoria Kastijs. Even Scheltega, hoe voel je je nu? Ja, ik ben echt helemaal kapot. Eigenlijk vind ik mezelf op het moment heel zielig. Ik heb zo ontzettend geleden, het was zo zwaar. Fietszwemmen ging oké, viel me een beetje tegen. Ik had gehoopt iets verder naar voren te zitten. Fietsen ging eigenlijk heel makkelijk. Tot de laatste 20 kilometer, toen viel er een gat voor me. Ik zat te ver van achter. En de laatste 20 kilometer heb ik samen met die Colin Edwards heel veel zelf moeten doen. De schade proberen beperkt te houden. En met lopen was vanaf begin af aan was echt overleven. Het was zo ontzettend zwaar. En als je dan, wat was het, 8 kilometer voor de finish komt te wandelen. Hoe herpak je jezelf dan? Ja, met nog 8 kilometer te gaan kon ik echt niet meer. Ik was echt compleet leeg. Maar ik voelde hem al een beetje aankomen toen ik de laatste ronde inging. Dus met nog 10 kilometer te gaan. Toen heb ik een cafeïne shot genomen. En ik hoopte dat dat nog een beetje me kon redden. En uiteindelijk ben ik nog 1 positie verloren. Dus ben ik teruggezakt naar een 5e plaats. Maar de nummer 6 zat ook nog vlak achter me. Maar ik kon wel weer gaan lopen en ik kon hem tot de finish door blijven pakken. Dus ik ben wel heel blij met de 5e plek voor nu. Je hebt best wel een beetje wat teleurstellende races ook gehad. Eerder dit jaar Ironman Zuid-Afrika, waar je tijdens het fietsen geparkeerd kwam te staan. En dan hebben we vorig jaar dezelfde wedstrijd, ook Ironman Zuid-Afrika, waar je zadel afbrak. Ligt er dan extra druk op zo'n race als deze voor de start? Ja en nee, want ik ben in april ook nog gevallen met de fiets. Dus ik heb hem best wel een maand uitgelegen. En ik kon heel slecht inschatten hoe ik ervoor stond. En ik wist dat ik nog niet helemaal top was, maar hier ben ik dan wel heel blij mee. 5e plek had ik vooraf echt wel voor getekend. Maar dan heb je het nog over gebroken zadel, maar bij Ironman Zuid-Afrika de laatste keer was het ook gewoon dat je leeg was. Ga je dan wel eens aan jezelf twijfelen? Ja, nee, want ik heb het al wel heel vaak laten zien dat ik dit wel goed onder controle heb. En, af en toe kan dat gebeuren. Het was best wel een bizarre wedstrijd. Het was heel koud. Ik denk dat de voeding gewoon niet goed aansloeg. En dit was weer extreem warm. Het lopen, het was zo heet. Continu door die stad hier. En dat was ook weer heel anders. Maar ik heb niet zoveel te zeggen. Op het moment ben ik heel moe. Echt kapot. Ik ben heel diep moeten gaan, maar wel heel blij. Gelukkig, goed om te horen. Het is tijd voor vakantie, denk ik. Ja, eventjes rust en dan ga ik waarschijnlijk Zellamzee doen, de halve. En dan 2 weken later Challenge Almere. Dus daar kijk ik stiekem ook wel weer een beetje naar uit. En ik denk dat ik daar echt nog wel een stap sterker kan zijn. En hoop ik weer mooie dingen te kunnen laten zien. Dankjewel.